De perspectiefnota van de gemeente Tiel is goedgekeurd. Dat moet u, wethouder Verspuy, en tot een tevreden man stemmen. Ja, de perspectievennota kan als uitgangspunt dienen nu voor het opstellen van de begroting. Dat is belangrijk, omdat een perspectievennota al voorgesorteerd is op het meerjarenperspectief van de gemeente Tiel. Dat meerjarenperspectief zag er niet florissant uit. Als we niks zouden doen, zouden we afsteven op een tekort van 2,2 miljoen structureel in 2015. Nou, dat kan niet. De gemeente moet een sluitende begroting presenteren. Dus daar zijn maatregelen voor voorgesteld. In overleg met de raad. Daar is een keuze uitgemaakt voor 1,7 miljoen aan harde keuzes en nog eens een keer 550.000 euro aan onderzoeksvragen die dat bedrag uiteindelijk moeten gaan opleveren. Dus er is een belangrijke slag gemaakt in het weer op orde krijgen van de Tielse financiën. Bij de keuze om tot een structurele bezuiniging van 2,2 miljoen euro te komen heeft het college zich laten leiden door realisme. Realistisch, omdat het heeft gekozen om oude bezuinigingen af te zetten tegen nieuwe bezuinigingen. Dit speelt vooral in de bedrijfsvoering een rol. We hebben ervoor gewaakt dat eerst oude taakstellingen worden ingevuld voordat er nieuwe bezuinigingen opgestapeld worden. Degelijkheid eerst. Ik merk hierbij op dat veel voorstellen in de godslijst met betrekking tot de bedrijfsvoering ook uit de koker van het college was ingebracht. Tevens merk ik op dat ook in deze ronde een offer wordt gevraagd van de organisatie. Een extra structurele bezuiniging van 385.000 euro op de personeelslasten. Deze en andere bedrijfsvoeringsaspecten zullen de komende tijd ook in overleg met de ondernemingsraad moeten worden ingevuld. De spanning die er natuurlijk altijd is tussen ambities en beschikbare ambtelijke inzet is in dit geval onderwerp van gesprek. De afgelopen jaren zijn diverse bezuinigingsrondes geweest, waaraan ook het ambtelijk apparaat een bijdrage heeft geleverd. De ambities zijn overeind gehouden en dit valt niet in het oneindige vol te houden. In die zin begrijp ik de opmerking van de Partij van de Arbeid. Bij een volgende ronde zullen er nog pijnlijker keuzes gemaakt moeten worden. Of een kerntakendiscussie het juiste middel is, daar plaats ik mijn vraagtekens op dit moment bij. We hebben het al een keer eerder gedaan in Tiel, begreep ik. Is wel weer lang geleden, maar is toen ook wel mislukt. Ik stel voor om vanavond even adem te halen, het voorgestelde pakket te verwerken en bij de begroting de balans op te maken. De boodschap is niet mooi, maar kunt u daar een paar highlights uithalen? Wat gaat Tiel merken? Nou ja, wat Tiel nu wat meer gaat merken is van dat we overschakelen op het weer met gif spuiten van onkruid in plaats van een milieuvriendelijkere variant. Aantal voorstellen ook weer op de bedrijfsvoering wordt toch weer gesneden weer in de bedrijfsvoering van de gemeente Tiel. Maar er zijn ook een aantal zaken die niet worden gedaan. Zo wordt de OZB niet omhoog gegooid en ook wordt er bij het minimabeleid niet beknibbeld. Dus nou ja, los van dat er zaken in staan die voor bewoners van Tiel niet leuk zijn, zijn er ook echt een aantal punten die belangrijk zijn waar niet op bezuinigd wordt. Deze week is de perspectiefnota aangenomen van de gemeente Tiel en toch had GroenLinks daar een andere visie op. Kun je daar het een en ander over vertellen? Ja, klopt. Als GroenLinks hebben we ingezet op het niet bezuinigen op sociaal beleid. Daarvoor hebben we een aantal amendementen en moties ingediend. En we wilden bijvoorbeeld minder bezuinigen op het jeugdbeleid, op maatschappelijk werk, op de WMO. En bijvoorbeeld op wijkgericht werken hebben we ook meegenomen. En we hebben daarvoor een aantal alternatieve bezuinigingen als dekking daartegenover gezegd. En wat we jammer vonden was dat de coalitiepartijen het met ons eens waren over dat het goed is om niet te bezuinigen op sociaal beleid. Maar dat zij zelf niet met alternatieve dekking aankwamen en wel kritisch waren op onze voorstellen, maar zelf geen alternatief aandragen. De perspectievennota 2011, daar willen we wat dieper op ingaan. Allereerst, college, in 2010 hebt u uzelf een bezuinigingsopdracht gesteld, waaronder 2 miljoen op de bedrijfsvoering. En de vraag is in hoeverre deze bezuinigingen reëel waren, aangezien het u tot op heden nog niet gelukt is om die bezuiniging in te vullen. Er staat nog een bedrag van om en bij de 600.000 euro open. En de vraag van ons, van GroenLinks, is waarom u dit nog niet gevuld hebt gekregen. Waarom dat nog niet voor elkaar is. Want u hebt blijkbaar zelfs de voorstellen van de raadswerkgroep bezuinigingen nodig om die 6 ton weg te poetsen.
En dit toch, en ik herhaal wat ik in de commissie beleidszieken gezegd heb, dit terwijl de werkgroep is ingesteld om voorstellen te doen voor de tweede bezuinigingsronde. Niet om nog niet gerealiseerde ombuigingen uit het coalitieakkoord alsnog te kunnen inboeken. Afspraken zijn blijkbaar niet zwaar, waarbij ik het bijzonder teleurstellend vind dat de collegepartijen die akkoord waren met de gemaakte afspraken daar nu niks over zeggen. Hoe dan ook, wij maken onze eigen keuzes en leggen die nu aan de raad voor. Een van de alternatieven die we bijvoorbeeld hebben aangedragen is het korten op alle subsidies, bijvoorbeeld voor 5%. Ons inziens heb je dan een eerlijkere dekking, draagt iedereen een steentje bij aan de bezuiniging. In plaats van dat je nu zegt we bezuinigen fors op het maatschappelijk werk of op jeugdbeleid of op de WMO, dan haal je daar een aantal elementen uit. En wij zeggen juist, ja, bezuinig nu op alle subsidies, dan heb je daar juist een eerlijke verdeling in. Dat was een van de punten die we als dekking hebben aangekaart. En dan hebben we de nieuwe uitgaven. Want ja, we gaan niet alleen bezuinigen, we gaan ook nog nieuwe dingen doen. En als je nee zegt tegen nieuwe uitgaven, dan zeg je eigenlijk ik hou geld over. En als je geld over hebt, kun je dekking zoeken voor bezuinigingen die je niet zou willen. En dan zijn er toch wel twee uitgaven waar de VVD een beetje moeite mee heeft. Even los van de discussie over de inhoud. Maar het gaat over het gevoel wat de VVD eraan overhoudt. En dat noemen wij het gevoel van een dubbele moraal. En voordat ik dan ga beginnen, heb ik eerst even een slok water. Want wat bedoelen wij hier nou eigenlijk mee? Dubbel moraal. Deze raad zegt tegen het college, bezuinig 2 miljoen op de ambtelijke organisatie. Doe hetzelfde tegen minder geld. Dat is wat we ongeveer zeggen. En dan zeggen we vervolgens tegen onszelf, maar wij hoeven niet te bezuinigen, raad. Sterker nog, wij moeten wat meer geld uitgeven. We moeten geld steken in bijvoorbeeld de beeldvormende avonden. De vraag is of dat moet. Los van de meerwaarde van de beeldvormende avonden, want wat ons betreft is die meerwaarde wel aangetoond. Maar de vraag is of dat geld moet kosten. Kan dat niet creatiever? Kan het niet ook voor niks? Of kan het voor weinig geld? Waar doelen wij dus op? Dat doelen wij op een opmerking die in de eerste voortgangsrapportage staat, dat er 37.000 euro wordt uitgetrokken voor de benoemingsprocedure van de burgemeester en beeldvormende avonden. Nou ja, wij weten natuurlijk niet precies hoe groot het aandeel van die beeldvormende avonden is, maar stel je voor dat het 12.000 euro is, vinden wij heel veel geld. Terwijl wij aan het college vragen, aan de ambtenaren vragen, om alles uit de kast te trekken om 2 miljoen te bezuinigen. En ik vind dat een slecht signaal van de raad. Ik vind dat de raad ook naar zichzelf moet kijken, want we kunnen natuurlijk met alles en nog wat met elkaar verzinnen. Maar het is niet fair om aan de ambtelijke organisatie te vragen, bezuinig 2 miljoen en we gaan zelf extra geld uitgeven. Dat bedoelen wij met dubbel moraal. En dat heeft ook te maken met het tweede punt. Niet ter discussie staat of een kinderraad nuttig is of belangrijk is voor de samenleving. Wat wel ter discussie staat, is dat het 11.000 euro meer moet kosten voor iets wat 5.000 euro heeft gekost. Het is de raad die heeft gezegd dat willen wij hebben, dat mag zoveel kosten. En als het college komt met een voorstel, het is 5.000 euro en het kost toch 16.000 euro, gaat deze hele raad op zijn achterste benen staan van, college, hoe kan dat? Leg uit, hoe zit dat? Verantwoord u. Nou raad, waarom moeten wij niet tegen onszelf zeggen? Verantwoord u zichzelf. Ja, de coalitiegenoten die voelden zich haast aangevallen door dat te stellen. Doordat de VVD dat stelde. Nou, je kunt je afvragen waarom. De ene had het over verkeerd beeldschetsen naar de stad toe, alsof raadsleden hun zakken vullen. Nou ja, dat had de VVD natuurlijk al helemaal niet bedoeld. De VVD had bedoeld te zeggen, kijk ook naar jezelf op het moment dat je van een ander een zware opdracht meegeeft om te bezuinigen. Wees ook kritisch op je eigen uitgaven. Dat is de enige boodschap die de VVD heeft gegeven. En ja, dat de coalitiepartijen of andere partijen daar een beetje nerveus van worden als de VVD dat zegt. Ja, dat zij dan zo. Ik denk dat het dan de volwassenheid van iedere fractie is om daarmee om te gaan. En ook durven te zeggen, net zoals GroenLinks, inderdaad, dat is wel een belangrijke boodschap. We moeten als raad naar onszelf kijken. Met name aan jouw adres waren een aantal, laten we maar zeggen, aantekeningen geplaatst. Hoe ga je daarmee om? En dan gaat het met name om de verhoudingen binnen de huidige coalitie. Nou ja, kijk, de coalitie van Tiel is natuurlijk een coalitie die lastig tot stand gekomen is.
De VVD en de Partij van de Arbeid zijn niet altijd natuurlijke partners, maar we hebben natuurlijk wel heel veel samengewerkt. Dus je leert ook omgaan met die verschillende uitgangspunten en spanningen. Ja, dit is zo'n element wat er dan tussendoor vloept. Daar zie je dus inderdaad een verschil van VVD en Partij van de Arbeid over de wijze hoe je de politiek wil bedrijven en hoe je de boodschappen neerlegt. De Partij van de Arbeid schiet heel erg in de verdediging en komt daar redelijk persoonlijk naar mij toe terug. Ja, is niet zo leuk, maar het hoort bij de politiek. Maar staat er tegenover dat wat de VVD zegt, daar staan we voor. De perspectievennota die behandeld is, is uiteindelijk goedgekeurd. Toch geprobeerd om een sociaal karakter aan die perspectievennota te geven. Jullie hebben daar je stem in gehad. Ja. Hoe kijkt de PvdA en Tiel naar die perspectievennota? Nou, wij vinden het belangrijk dat je als Tiel nog steeds een sociale stad bent. En met deze perspectievennota is Tiel nog steeds een sociale stad. We hebben nog steeds bijvoorbeeld een goed minimabeleid en dat blijft ook overeind staan. Dat vinden wij als PvdA heel erg belangrijk. Daarnaast is er ook een bezuiniging ingeboekt op maatschappelijk werk bijvoorbeeld. Daarvan zeggen wij dat hebben wij liever niet. Alleen het is heel lastig om daar een alternatief voor te vinden. En wij willen eigenlijk, in november wordt pas echt ingeboekt al die bezuinigingen. En wij willen eigenlijk de tijd tot november bekijken om daar een alternatief voor te vinden. Dus om ergens anders op te bezuinigen en niet op het maatschappelijk werk. En maatschappelijk werk dat is eigenlijk mensen helpen met geestelijke problemen, met financiële problemen, met relatieproblemen, dat soort dingen. En ook andere partijen hebben zich daarbij aangesloten, bijvoorbeeld de ChristenUnie. Die vindt ook dat er maatschappelijk werk beter niet bezuinigd kan worden. Tussen VVD en PvdA leek het erop dat er een beetje vrevel was. Kun je daar iets over aangeven? Dat ging met name over het zogenaamde dubbele moraalverhaal. Ja, een vrevel. Er was een discussie tussen de VVD en de PvdA. De VVD heeft in het begin, in hun eerste termijn, gezegd dat er een deal om dubbele moraal zou zijn. Omdat aan de ene kant leg je bezuinigingen op ten aanzien van de ambtenaren. En aan de andere kant organiseren wij als gemeenteraad beeldvormende avonden en geven we daar geld aan uit. Wij hebben daarvan gezegd van ja, nu lijkt het net of die beeldvormende avonden of dat een theekransje zijn voor de raad, alsof we daar zelf enorm veel lol in hebben en dat dat alles is. Maar die beeldvormende avonden, die vinden wij nodig om ons te laten informeren door maatschappelijke organisaties en door burgers over bepaalde onderwerpen. En dat is pas opgestart en wij zien daar voordelen van. De VVD heeft ook gezegd dat ze die voordelen ook wel zien. Maar wij vinden die beeldvormende avonden belangrijk en we vinden dat dat door moet gaan. Dus dat zijn geen eerste haarscheurtjes in de coalitie? Oh nee hoor, zeker niet. Absoluut niet. Jolanda Stoeten, je bent nieuw in de raad. Ja, dat klopt. En gelijk vol erin lijkt het wel met de perspectievennota. Je bent van de ChristenUnie. Dat je in de raad bent gekomen, dat heeft eigenlijk niet zo'n mooi verhaal. Kun je daar iets over vertellen? Nee, we zijn vorig jaar begonnen met Ad Blok, die vol verven erin ging. Maar hij werd helaas ziek in het najaar. Heeft de operatie ondergaan en kwam weer thuis. Maar helaas zijn uitzaaiingen geconstateerd en heeft hij te horen gekregen dat hij uitbehandeld is. Dus moest ik hem vervangen. De perspectievennota, daarmee begon je eigenlijk als het ware. Je hebt een aantal amendementen en moties ingediend. Kun je daar iets over vertellen? Ja, met name een amendement op de extra middelen jeugdbeleid en subsidie maatschappelijk werk. Wij vinden dat toch weer de kwetsbaren in de samenleving daarmee geraakt worden. Als we dan keuzes moeten maken, dan laten we die liever buitenschot. Ook omdat we het gewoon belangrijk vinden om te zien naar elkaar. Tiel kent vanuit de stadsfoto, is dat ook gebleken, veel jongeren. Dat neemt eigenlijk steeds meer toe, relatief gezien vergeleken met andere steden ook. Dus er moet er gewoon blijvende aandacht voor zijn. Zeker ook als de jeugdzorg ook nog eens naar de gemeente toe komt. En dat extra druk legt op de gemeentelijke middelen. Moeten we daar gewoon geld voor blijven behouden. In de begroting hadden jullie ook nog geld gevonden, 40.000 euro. Hoe zat dat nou precies in elkaar? Nou, geld gevonden. Het was meer een kritische noot, want we hebben dat niet als dekking gebruikt voor een amendement. Het gaat over het kasritme. Er zijn uitgaven en inkomsten in de gemeente. En daarvoor moet. Ja, er zijn in de eerste maanden zijn er structureel veel uitgaven nog geen inkomsten. Dus dat betekent dat je geld moet lenen. En dat zijn kortlopende leningen. Waarop je geld lenen kost geld. Dat geldt voor alle inwoners, maar dat geldt ook voor de gemeente. En als je daar meer discipline in hebt in je uitgaven en inkomsten, dat beter op elkaar af kan stemmen, waar mogelijk, dan kun je al gauw geld besparen. En dat is wat wij mee wilden geven.
Dat was die 40.000 euro? Dat was ongeveer 40.000 euro, want dan neem je het hele bedrag, maar daar kom je dan waarschijnlijk niet aan dat je het helemaal niet helemaal stringent kunt uitvoeren. Ander plan wat jullie hadden was een mooie amfibieboot. Ik vond het een prachtig verhaal, maar kun je het nog een keer kort uitleggen? Ja, dat was een creatief idee van ons, omdat er verschillende dingen spelen. Er is iedere keer discussie van het openbaar vervoer van Tiel. We komen er bekaaid af wat betreft de trein. Als het gaat om Arnhem, richting Arnhem, dan komt er waarschijnlijk een knip in Elst. Naar Utrecht toe hebben we nog wel een directe verbinding, maar we horen bij de provincie Gelderland. Nou, kom eens in Nijmegen, dan moet je met de bus overstappen in Druten. Dus er is weinig aandacht. Dan krijgen we hebben geïnterviewd 2009 de mensen die parkeren op de Waalkade. Dat zijn met name mensen uit Passewaaij. Dus wij hadden het idee van, nou, zorg voor beter vervoer, dan ontlast je het parkeren in de binnenstad. En dan de combinatie dat er gekeken wordt naar de veerpont, wat andere oplossingen daarvoor. Een oplossing is misschien combinatie met de blusboot. Toen hadden we het creatief idee van, nou, hier die amfibiebus is al eens een keer, heeft hier als proef gevaren en gereden. Waarom kun je die niet inzetten? Dan heb je een mooie combinatie en een toeristische trekker. Vandaar. Dat plan werd nou niet heel erg enthousiast onthaald, maar was het wel doorgerekend of is het alleen maar een plannetje? Nou, het was meer een creatief idee dan dat je daar echt heel serieus naar gekeken hebt. Want wij voorzien ook wel dat daar veel haken en ogen aan zitten. Neem de fietsers in het toeristisch seizoen. Neem kosten. Als je ziet wat je voor een ritje betaalt in Rotterdam, dat is ook aanzienlijk. Dus echte haalbaarheid zetten wij zelf ook wel wat kanttekeningen bij. Tijdens de raadsvergadering heeft het CDA haar zorgen geuit over het eventueel verdwijnen van het ROC hier in Tiel. Ja, dat klopt, ja, wel. We hebben geluiden gehoord dat ROC ook aan het kijken is naar andere gemeentes dan Tiel. Nou, zoals je weet, de gemeente Tiel is gewoon een centrumgemeente en daar hoort een ROC, daar hoort een MBO bij. En ons plan is eigenlijk om te zeggen van laten we nou eens kijken of we met de provincie een mooi plan kunnen ontwikkelen op het veilingterrein. Waardoor het misschien ook voor de ROC nog interessanter wordt om in Tiel te blijven. Want wij vinden het echt afschuwelijke gedachte dat het ROC wellicht uit Tiel zou vertrekken. Dus er moet alles aan gebeuren om het ROC in Tiel te houden. Ik kan me herinneren dat het, dacht ik, het CDA was die de zorg uitsprak met betrekking tot het ROC. En dat werd aangegeven dat het gerucht was dat daar iets aan de hand is. Wij maken ons als college ook zorgen over de ontwikkelingen binnen het ROC. Zoals u weet is het ROC Rivor de kleinste ROC in Nederland. Ze hebben heel veel financiële problemen op dit moment. En ze zijn bezig om te verkassen van de Bachstraat waar ze nu zitten naar elders. Nou, en daar zit nu de bottleneck. Er wordt onderhandeld in deze regio, met name tussen Geldermalsen en Tiel. En ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat ze naar Geldermalsen verkassen. Dus we doen alle mogelijke moeite op verschillende niveaus hier intern. Stadsontwikkeling is erbij betrokken, onderwijswelzijn natuurlijk, om ze toch hier binnen Tiel te behouden. Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering haar zorgen geuit over het eventueel verdwijnen van het ROC hier in Tiel. Ja, dat klopt, ja. Wij hebben gehoord dat er geluiden zijn dat de ROC voor de nieuwe locatie, die nu op de Bachlaan is, ook aan het kijken is naar bijvoorbeeld Geldermalsen. Nou, dat vinden we echt een afschuwelijke gedachte, want een ROC hoort gewoon bij Tiel. Tiel is tenslotte een centrumstad, daar hoort de MBO bij. En onze gedachte is eigenlijk, kunnen we samen met de provincie een project maken? Dat is eigenlijk al een beetje gedacht over in het kader van Leerstad Tiel. Dat is een project bij het station, waar leren, werken en wonen bij elkaar komen. En het idee is dat het ROC dan wellicht met gelden vanuit de provincie een hele mooie locatie aangeboden kan worden. Met interessante partners er daaromheen. En dat is ons idee, een goed plan om het ROC in ieder geval in de Tielse grenzen te houden. Hoe gaat dat verder handen en voeten gegeven worden? Nou ja, nu is het natuurlijk zo dat er met het ROC in gesprek wordt gegaan om te kijken wat er nu allemaal mogelijk is. En wij als politiek moeten daar heel scherp op zijn, met name natuurlijk de wethouder, dat die heel scherp is en goed onderhandelt met het ROC, zodat ze toch hier in Tiel blijven. Dus het is gewoon nu een lopende zaak eigenlijk. Dan in dit openbaar gedeelte wil ik de vergadering beëindigen. Niet nadat ik u namens alle ambtelijke medewerkers, college, maar ook namens u zelf, ons ongetwijfeld
u een zeer rustige, mooie vakantieperiode wil toewensen. Met ongetwijfeld weer veel energie voor een nieuw vergaderseizoen.